Schaap? Hoe heb jij dat geflikt? Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op de Kavloeren. Dus laten we eens een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ben je zeker op mijn kanaal voor meer video's. En vandaag Minecraft Survival aflevering 26. En wij gaan beginnen. Ik ga eventjes... Ja, ik zit erop. Ik zit er gewoon lekker op. Ik heb een inventory een beetje geleegd. Dit zwaardje moet nog weg. Zo, wat wij nu gaan doen is naar boven gaan lopen. En we gaan eventjes naar de to-do-list. Want er gaan wat dingen aangepast worden. Want we hebben al een paar dingen hebben wij gewoon gecomplete, zeg maar. Dus dat gaan we eventjes nu aanpassen op het bord. Ik heb nog niet hele leuke. Ik heb ook niet heel erg de tijd genomen om alles te bekijken. Wacht even hier. Mijn eigen hond. Schapen naam geven. Slaapkamer afmaken. Oh ja, skeleton power. Die hebben we al gedaan. Top. Let's go. Staat de haven er al op? Even kijken. Havenmaken staat er al wel op. Paardenstal buiten. Hebben we ook niet gedaan. We hebben eigenlijk dus alleen deze voltooid. Oké. Wat ik er nu nog meer op wil is eigenlijk full... Oh, ik wou legit zeggen full setje diamond armor. Dat heb ik dus ook al gedaan. Jongens. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik als opdracht... Oh ja, dat wou ik ook doen. Verlaten schip... looten. Dat heb ik nog niet gedaan. Verlaten schip looten. En deze vond ik trouwens ook leuk. Nog een nether kasteel vinden. Dat is ook wel heel erg leuk. Om in de nether veel meer te gaan onderzoeken. Jongens, ik kan dit spel zo lang gaan spelen. Maar wat wij in deze video gaan doen... is de slaapkamer beginnen we een beetje met afmaken. En voor de rest... wil ik eigenlijk gewoon een beetje... Ik wil gewoon een beetje mijn map gaan verkennen. Want we hebben nu deze map groter gemaakt dankzij jullie. En we kunnen dus nu een beetje zien waar wij zijn en alles. Maar ik wil gewoon de rechterkant van die map... wil ik eigenlijk gewoon een beetje nog gaan verkennen. Dus dat gaan we doen in deze video. Maar eerst gaan we dus even de slaapkamer weer wat verder afmaken. Want ik heb wat tips gekregen van mensen. Dus dan moet ik eventjes dit meenemen. En dan doe ik zo. Dit is wel genoeg. Voor de rest wil ik dan even... wat gingen we ook weer nog meer doen? We gingen nog iets doen. Ik heb nog een diamond pickaxe. Dat is ook wel netjes. Nee, ik ben weer vergeten wat ik wou doen. Oh. Nou ja, boeit eventjes nu niet. Nee, ik kan echt even niet... ik kan er echt even niet op komen. Wij gaan in ieder geval dus eventjes dit wat meer afmaken. Dan gaan we dus... Voor de rest gaan we dan de... schaapje gaat echt uit de... Je gaat echt aan de kant. Goed zo. Voor de rest gaan we dan gewoon lekker eventjes... genieten van het uitzicht. En gaan we gewoon eventjes zoeken naar meer leuke dingetjes. We gaan gewoon even die hele rechterkant gaan we gewoon, gaan we gewoon bekijken hoe en wat. Wat er allemaal is te vinden. En wat we daar kunnen doen. Ik wil trouwens ook sowieso eventjes wat meer eten meenemen. Als we straks op adventure gaan. Dus dat wil ik sowieso eventjes doen. Mijn lantaarns die gaan er wel echt eventjes een beetje naar de galamiezen. Maar dat maakt eventjes niet uit. We maken gewoon totdat ik gewoon hier geen hout meer van over heb. Dan vind ik het goed en dan gaan we lekker nog even naar de schapen. Gaan we nog even wat wol verzamelen voor het tapijt. Mensen zeiden ook, doe niet alles met één kleur, van één kleur. En enigszins heb je daar wel gewoon een beetje gelijk in. Dus ik weet niet precies hoe ik dat wil gaan fixen. Dit wil ik sowieso trouwens ook... heb ik nu geen bel? Heb ik mijn hele inventory lekker gecleaned? Omdat iedereen zat te zeiken over mijn inventory. Is die nu gewoon zo clean dat ik gewoon dingen als een schep en een bel niet meer bij me heb? Dat is ook echt heel vervelend. Oh ja, wat ik ook echt heel... Oh nee, moet ik het helemaal weer kapot maken. Wat ik ook heel graag wil doen in een video is... hoeft niet per se in een video. Maar wat ik heel graag gewoon wil doen... Schaap, alsjeblieft. Je krijgt een naam. Ik weet dat je heel graag een naam wil. Die ga je krijgen. Niet stressen. Wat ik ook heel graag wil doen in de video is de schaap een naam geven. Nee, en is... Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, meer diamonds. Zo, ik ben echt 16 dingen tegelijk aan het denken. Ik wil meer diamonds hebben. Ik wil gewoon een full setje diamond armor. Dat is ook een challenge sowieso al. Oei, dit is net niet een mooi midden. Zie je? Want als ik hier een pilaar maak, dan is het niet mooi. Dus ik denk dat ik dit gewoon zo op deze manier hou. Oké, dan gaan we dit nog eventjes een beetje mooier maken. We hebben nog 31, dus dat is best wel veel. Ik denk dat ik dan eindelijk dit helemaal clean kan maken. Schaap, jij blijft op je plek staan, alsjeblieft. Alle lallers wel, of is er eentje naar beneden gedenderd? 1, 2, 3, ja, eentje is naar beneden gedenderd. Oh nee. Oké, dan haal ik nu gelijk eventjes, dan hoeven we hier niet meer terug te komen. Neem ik gelijk wat extra steaks mee. Deze neem ik mee. Zo, dit is wel meer dan genoeg. We gaan niet op een mega avontuur, maar we gaan wel op een redelijk groot avontuur. Dus dat is wel leuk. En dan moet ik toch weer naar beneden om te gaan slapen. Dit kan ik sowieso trouwens even
dichtmaken. Tik, tik en tik. Kijk, dit ziet er ook weer beter uit. Dan moeten we dus eventjes de grond af gaan maken. En ja, precies hoe ik het precies wil gaan doen, jongens, dat weet ik ook nog niet. Misschien moet ik daar gewoon eventjes offline gewoon een beetje gaan kijken hoe en wat. Ik vind het op zich nu al wel redelijk mooi. Maar mensen zeiden, nee, je moet echt niet dezelfde kleur tapijt doen. Dat is heel lelijk. Toen dacht ik van, misschien heb je daar wel een punt. En dan heet het, als ik hier langs loop, spring ik een beetje erop om wat extra van die dingetjes weg te halen. Ik ben wel tevreden over mijn koeienfarm. Ik vind het mooi. Ik kan er inderdaad, wat ik zei, zo'n dak maken. Maar ik weet niet eens of dat nodig is. Ik vind het eigenlijk zo wel gewoon vet. Waarom loop ik hier? Oké, we gaan gewoon nu op avontuur. Ik ben weer de schaar vergeten. Wacht, de vorige keer met jou op avontuur. Dan ga ik nu met jou op avontuur. Kom. Het is je lucky day. Je mag op avontuur bij mij. We gaan de kaart verkennen. En dat is niet die kant op. Wel ga ik eventjes... Want kijk, we kunnen natuurlijk niet zo met een paard op stap gaan. Dat is natuurlijk een beetje disrespect voor het paard. Hij moet natuurlijk wel een mooi setje iron hebben. Een mooi setje armor hebben. Dus dat gaan we even voor hem ophalen. Dat zit dus goed als in deze. We geven hem een lekker een mooi iron setje armor. Heb ik trouwens al diamond? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik ook diamond. Dat weet ik niet eens zeker. Oké, hij heeft in ieder geval een mooi setje armor. Wij kunnen op pad. En dan ben ik nu de verkeerde kant. Nee, ik ben dus nu volledig de verkeerde kant aan het oplopen. We moeten deze kant op. We willen deze kaart helemaal vrijmaken. En dan gaan we de kaart nog groter maken. Want ik zie nu al dat die kaart best wel klein is. Dit is heel klein. Moet je kijken. Nou, jongens, het is gelukt. Het is helemaal vrij. We gaan de kaart gelijk wat groter maken. Eventjes zo lopen. Bam. Kijk eens aan. Nu is het opeens echt een grote map. En we gaan het lekker verkennen. Paard, ben je er nog? Ben je niet ervan doorgegaan? We gaan op verkenningsjacht. Oh, ja, kijk, hij staat helemaal mooi voor me klaar. Let's go. Oké, dan kunnen we twee kanten op. We kunnen die kant op. We gaan wel een beetje deze kant op. Ja, ik heb genoeg straks voor een boot ook. Dus stel, we moeten de paard even achterlaten. Maar laten we nu even voor de video een beetje aan één kant blijven. Ik zie wel... Oh nee. Ik zie wel dat het nog wel een beetje meevalt hoe groot dit weer is. Het lijkt allemaal veel groter dan het is. Even kijken, wat is hier allemaal? Hier is moeras en paddenstoel. Moeras en paddenstoel. Laten we... Gaat die ook uitklappen als ik er niet op kijk? Even kijken. Ja, dat is fijn. Dus dan hoeven we er niet de hele tijd op te kijken. Oké, paddenstoel hier. En hier is een moerasje. Waar ik dus wel echt op zoek naar ben, is dus een eigen hond. En misschien kunnen we die wel in deze video gaan vinden. Want dat hondje, ik kijk ook PewDiePie, ik wil ook gewoon een eigen hond. Jongens, ik wil ook gewoon een eigen hond. Zowel in het echte leven als niet in het echte leven. Dit is eigenlijk al buiten de map, maar we kunnen wel eventjes loeren wat hier is. Oh ja, daar is lava, daar ben ik al een keer geweest inderdaad. Moeras. Nou, moeras boeit me niet heel veel. Helemaal niet eigenlijk. Zeker niet omdat dit ook gewoon uit het gebied is wat ik wil gaan verkennen. En dit is allemaal water. En dat is eigenlijk niet het beste plan om daar met mijn paard heen te gaan. Tenzij we even iets zieks onder water kunnen zien dat we kunnen gaan verkennen. Is dat hier toevallig? Zitten we trouwens nu wel weer in het... Ja, we zitten nu wel weer in het goede gebied. Oké, nou gaan we gewoon maar deze kant op, paard. Het spijt me dat ik je mee heb genomen op een wateravontuur. Wat eigenlijk gewoon heel erg een wateravontuur gaat worden, denk ik. Want een heel groot deel van de map is gewoon op water. Oké, hier moeten we dan sowieso omheen lopen. Ja, hier de haven maken is eigenlijk ook wel een vet idee. Maar dat is wel redelijk ver van mijn gebied af. Oké, ja, top. Het is wel redelijk ver van mijn gebied af, dus ik weet het eigenlijk nog niet zeker. Laten we gewoon, we hebben nu wel de rechterkant zo goed als verkend. Laten we nu gewoon vol die kant op gaan. Dat is ook een beetje land. Dat is ook gewoon een beetje chill voor mijn paard. Kijk, daar is mijn mooie to-do list. Oeh, daar gaan we wel langs de pilletjetoren. Durven we dat aan? Paard, durven we het aan? Paard zegt ja, paard zegt ja. Paard zegt dat hij het aandurft. Oké, dan moeten we er heel snel door langs. Oh nee. Paard. Nou, ze schieten helemaal niet. Ze kunnen ons waarschijnlijk niet raken, want ze gewoon veel te snel zijn. Ze zijn gewoon veel te snel voor die villagertoren. En kijk, daar is dat schip. Is dat daar al? Dat wist ik niet eens. Oké, nou, dan kunnen we nu al... Nee, maar deze had ik al helemaal geloot. Dit was een ander schip die mensen bedoelden in de comments, volgens mij. Volgens mij had ik dit wel al helemaal geloot. Ja, kijk, dit is echt ziek klein. Dit is echt ziek klein. Nu is de map al verkend. Nou, we moeten nog een grotere map maken. We gaan zo weer terug. Maar eerst even de hele map dus verkennen. Als ik het goed te onthouden heb, is hier trouwens ook ergens een zombie spanner die we heel lang geleden al gevonden hadden. En hier is ook die village al. Hier is ook al die village. Staat die op de map? Nee, die staat net niet op de map. Maar dit was wel het gebied waar die village vandaan kwam. We kunnen nog een beetje deze kant op gaan lopen. Heel veel biggetjes hier. Daar moeten we eigenlijk ook een keer nog wat mee doen. In de zin van dat we daar een farm van moeten maken. Maar ik ben gewoon een beetje... Er zijn gewoon zoveel dingen om te doen.
Er zijn gewoon zoveel dingen om te doen en ik heb nu bijna dit helemaal verkend. Ik denk dat ik een stukje in het water moet gaan. In het water. Oké, paard, als jij nou hier blijft. Als jij nou hier blijft, ga ik eventjes een beetje nog deze kant op. En dan hebben we namelijk alles verkend. Kunnen we nog op zoek gaan naar... Nee, dat kan je volgens mij gewoon onder water zien. Volgens mij kan je letterlijk gewoon onder water zien als er iets is. En ja, ik zie hier al helemaal niks. Dus dat is best wel saai. Nou, dit is dit... Hey. Dat ziet eruit als een schip. Gaan we onze paard... Weet je, boeien. Wat boeit ons die paard... Wat boeit ons dat paard eigenlijk nou? Ik heb nog niet echt een goede band met mijn paarden. Dus dan moeten we... Oh ja, zo kunnen we wat sneller. Ik heb nog niet echt een hele goede band met mijn paarden. Dus... Weet je, die paard die vinden we toch wel terug. Wij gaan gewoon even naar dat schip. Ik weet niet of dat het schip is dat ik al een keer eerder heb gezien. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar we gaan eventjes gewoon kijken hoe en wat. Eventjes loeren hoor. Dat is wel, dat ziet er wel vet uit. Kijk eens aan. Dat heb ik niet zelf gebouwd dat. Dat heb ik niet zelf gebouwd. We gaan even kijken. We gaan even kijken bij het schip. Het is spannend jongens. Ik hoop dat ik even wat leuke loot kan vinden. We hebben nog steeds dat kleine hoekje niet te gaan. Gelukkig gaan we er al een beetje heen. Even kijken. Oké, okay. Zo, tik tik. Oh nee, oké, okay, dit is wel veel chill. Ik zie hier twee leather armors. Oké, okay, dan gaan we even snel omhoog. Hoppatee. Oké, okay, even rusten. Wat hebben we gekregen allemaal? We hebben Blast Protection 5. Oh, dat is best wel sterk. En die andere is niet zo sterk. Oké, okay, waar is dan de andere kist? We hebben hier al een kist gevonden. Is dat dan beneden nog een andere kist? Nee, dat zal wel onlogisch zijn. Ik dacht hij daar. Ja, kijk, hij is daar. Hij is daar. Oké. Oppaatee, naar beneden. Kunnen we erbij? We kunnen er niet bij. En natuurlijk hebben we nu geen bel. Ik moet weer naar boven. Oh nee. Zo, dat gaat ook snel. Oké, hoe kunnen we daar het beste komen zonder bel? Dat is wel een goede vraag. Hé, dat is een magma. Oeh, daar is weer iets. Oké, okay, wacht. Kunnen we is heel sneaky zo? Nee, dat kunnen we niet. Hoe gaan we dit fixen? Moeten we volgens mij dit blok kapot... Deze moet kapot. Oké, okay, dan gaan we gewoon dit kapot maken. Dat gaat heel erg snel. Met je handen hout kapot maken. Dat is een goede tip om dat niet te doen. En ik ben ook gewoon bang dat ik straks dood ga als ik dit... Oké, okay, kom op. Oh, ja, top. Oké, okay, nice. We hebben het overleefd. Oké, okay, nice. Dan wacht ik heel veel tot mijn leven terug heb. Ik zat toch te denken, ik weet niet hoe diep we zitten. Volgens mij is het diep genoeg. Oké, okay, dan kunnen we nu snel naar beneden. Oh, dan moeten we dit ook nog kapot. Floris, wat heb je jezelf aangedaan om op het pad te gaan zonder hakbel? Het is echt verschrikkelijk. Kijk hoe... Nee, oké, okay, dit kan echt niet. Ik heb een idee. We gaan even een plateautje waar we op kunnen staan. En we gaan eventjes... iets aan fixen, want hier word ik zelfs gek van. Oké, wat we dus gaan doen is hoppatee, dan maken we gewoon een bel van steen, want we hebben namelijk gewoon steen mee. Nice, en dan gaat het iets sneller hopelijk. We gaan het zien. Kijk, dat is wat je willen zien. Ik ben nog nooit zo blij geweest met een stenen hakbel. Echt niet normaal. Oké, dan gaan we nog één keer naar boven en dan gaan we weer naar beneden. En als het goed is, kunnen we nu wel naar binnen, ja. Oeh, bottle of enchanting. Eigenlijk valt het best wel tegen. Dit is eigenlijk gewoon iron. En wat bottles. Oh nee. Oh, de boven. Oeh. We maken het onszelf wel heel spannend. Oké, we gaan zo weer naar beneden. Zal er nog wat zijn? Ik weet het niet eerlijk gezegd. Vaak is het toch ook altijd iets van een treasure map of zo. Maar we hebben nu die kant gehad. We kunnen eigenlijk even dat magma blok halen. Weet je wat, we gaan even dat magma blok aan, want daar kunnen we op ademen. Dan krijg je wel wat levens eraf, maar dan kunnen we wel ademen. Dus dat is wel heel chill. Dus we gaan even naar dat magma blok. Die gaan we dan pikken. Of eerst gaan we dit eventjes bekijken. Kijk, daar zie ik ook weer een chest zitten. Jongens, we zijn op avontuur. Dat paard, ik weet het niet wat dit dat paard is. Die is sowieso al helemaal weg. Oké. Okay. Kijk, een buried treasure map. Dat is nice. Dan weet ik niet of er nog... Ja, je gaat er wel echt flink dood van, maar... Aan de andere kant, je kan wel ademen en zo. Oké, okay, zal er nog wat zijn? Even loeren. Oh nee, een zeezombie. Okay. Even weer naar beneden. Jij gaat dood, zeezombie. Nee, dit is gewoon een heel suf plekje. We willen wel even die magma, dat magma blok mee. Zo, top. Want dan kunnen we nog het schip verder gaan verkennen. Schip, we komen weer bij je terug.
En dan hoop ik dat... Ja, misschien heeft die schip... Want dan moet je kijken hoeveel daar nog ligt. Gewoon. Het kan nog heel, er kan heel veel nog... Er kan echt nog heel veel liggen, jongens. Er kan echt nog heel veel liggen. Oké, dus we hebben de dek hebben we al gehad. We hebben de onderkant gehad. Waar zou dan nog... Oh nee, ik moet er ook wel... Ik moet er niet te lang op staan. Oké, dus we hebben het hier al gehad. Even naar beneden graven. Is hier nog wat? Nee, dat is al de onderkant. Zo, moeten we even belletjes erbij krijgen. Top. Oké, dus dat is al de onderkant. We kunnen nog wel eventjes dit naar beneden hakken. Maar het gaat echt heel langzaam hakken in onderwater. Is hier nog wat? Nee. Ik heb zo'n gevoel, jongens, dat we alles gehad hebben. Ik denk dat jullie dat gevoel ook hebben. Ik denk dat we maar terug moeten keren naar paard. Ik neem dit dingetje wel eventjes mee. Dat is echt nu heel handig voor avontuur. Kijk, paardje, je bent wel heel braaf. Ben je gewoon gebleven op je plek. Dat vind ik dan wel weer top van je. Oké, dan gaan we nu even terug. Huis is die kant op. Nou, dan moeten we eventjes hier overheen springen. Kom op. Ja, dat lukt allemaal helemaal top. Dan was dit best wel een prima avontuur. We hebben twee... Ja, kijk, ze kunnen ons niet eens raken op dat paard. Geweldig. Oeh, dat is een villager die dood gegaan is. Dat is ook niet best. Oh, spinnetje. Kijk, hij heeft wel ontwijkkills. Ik mag hem steeds meer. Gaan we nu de goede kant op? Iets bij deze kant op. Nou, we zijn weer thuis dus. Oké, ga jij er van me af? Dankjewel. Nou, dan gaan we eventjes het mappie nog groter maken. Dan gaan we op nog meer avontuur. Papers hier, let's go. Oh, daar moet natuurlijk hierin. Ik ga steeds naar mijn ding. Dat kan het ook. Map en papier. Wauw, oké. Nou, we hebben gekregen waar we om hebben gevraagd. Een hele grote map. Laat ik dit eventjes pleuren hier in mijn inventory. Voor de rest... wat zijn dit dan? Poisonous potatoes. Kan ik die ook... Kan ik daar iets mee? Nee, die gaan niet fikken. Wat als je die eet? Ga je dan dood? Wil ik dit testen? Nee, dat wil ik helemaal niet testen eigenlijk. Even iets meer biefstuk mee. Oké. Okay. Nou, ga ik eerst maar eventjes slapen. Dat lijkt me wel een goed plan. Let's go. Ja, dat paardje is best wel braaf geweest vandaag. Ik ga eventjes terug naar mijn schapenfarmen. Dan gaan we eventjes het tapijt even wat beter maken. En ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om op pad te gaan met mijn paard. Gewoon. Het is zo groot allemaal. Waarom heb ik geen scissors mee? Waar zijn mijn scissors gebleven? Oh, daar zijn mijn scissors gebleven. Let's go. Ik ben nog steeds benieuwd wat er gebeurt als een poisoned potato opeet. Jongens, laat achter in de comments. Waar is mijn paard nou weer heen? Oh, waar is die heen? Hij is op zijn eigen avontuur. Ik Floris, als jullie mee wil met mij, dan ga ik zelf. Ik hoor hem ook gewoon niet. Hè? Hoe kan dit nou weer? Of heb ik hem... Nee, ik heb hem niet braaf... Ik heb hem niet braaf in zijn hok gezet. Nou, we zijn een paard kwijt en een armor kwijt. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Nou ja, maakt allemaal niet heel veel uit. Ik vind hem wel. Hij is wel ergens hier in de buurt. Hij is hopelijk wel ergens hier in de buurt. Laten we eventjes die... de schaap... Nee, hij is niet hier. Hij is niet hier. Hij is niet naar zijn eigen hok gegaan. Hij dat... Schaap? Hoe heb jij dat geflikt? Hoe heb jij in hemelsnaam dat geflikt? Hij sprong hier letterlijk overheen. Hij sprong over het hoor. Dat hoort toch niet te kunnen, hè? Dat hoort toch oprecht niet te kunnen? Hoe de hel heeft hij dat... Ja, nu wil hij weer terug, hè? Ik zag hem daar maar staan. Ja, kijk, nu wil je weer terug. Je mag terug. Ga maar terug, hier. Nou ja, weet je, dit is eigen schuld. Je bent weggegaan van je broeders. Ja, dan, ja, hier, het is heel zielig. Maar nu moeten jullie leven met een hek tussen jullie. Het spijt me zeer. Het spijt me zeer, maar het was je eigen keuze, vriend. Het was je eigen keuze, dat had je maar niet moeten ontsnappen. We hebben nu echt meer dan genoeg tapijt. Dat is eigenlijk wel heel lekker, zeg. Dat is eigenlijk wel heel lekker. We kunnen nu eindelijk de slaapkamer afmaken. Dat is wel heel chill. Nou, we zijn op een mini-avontuurtje geweest. We hebben een verlaten schip gevonden die ik niet heel speciaal vond. Wat ik ook nog wil doen is hier zo'n waterval gooien. En dat we dan door de waterval heen moeten. Misschien, ja. Ik ben mijn paard kwijt. Het is ook allemaal niet... Oh, het is helemaal niet genoeg trouwens. Dit tapijt is helemaal niet genoeg. Het is ook allemaal niet heel goed verlopen, jongens. Want ik ben mijn paard ook wel weer kwijtgeraakt. Wat hebben we nou gekregen van die van dat boot? Ja, wat iron ingots. Oh, dankjewel. Die had ik nog niet. Oh, wacht. Die had ik natuurlijk al wel. Weet je wat? Ik ga gewoon eventjes nu een beginnetje maken aan hoe ik mijn bed wil. Dan kunnen jullie dat ook zien. Oké, dan moeten we even naar beneden gaan. Schaap moet ik nog steeds een naam geven. Wacht, we komen gewoon elk stapje komen we dichterbij. We gaan nu eerst een anvil maken. Hoe moet je een anvil maken? Ik kan het gewoon niet vinden. Dan... Hè?
Oké, dan doe ik het uit mijn hoofd. Volgens mij was het namelijk zoiets. Nee, het was niet zoiets. Oh, nou ja, dan weet ik het ook niet. Dan weet ik het ook niet. Wij gaan even de papier weer terugbrengen. Het wol weer terugbrengen. En dan gaan we beginnetje maken aan ons bed. Nou ja, beginnetje. We kunnen hem gewoon gelijk afmaken eigenlijk. Dan wil ik wel mooie fans. Dus ik neem dit gewoon even lekker mee. Dan doe ik eventjes op deze manier dat ik wat oak planks heb. Dan moet ik eventjes wat sticks hebben. Let's go. Dan moet ik 1, 2, 3, 4... Dan moet ik 8 hekjes. Hoeveel hekjes heb ik al? Volgens mij moet ik 8... Oh, ik heb veel te veel hekjes al. Dat is nice. Dan moeten we nog wat slabs hebben. Daar heb ik ook heel veel van. Dan moet ik nog stairs hebben. En dan ben ik helemaal klaar. Dat heb ik dan nog niet. Oké, dat heb ik dan weer nog niet. Nou, stairs. Ik denk dat het gewoon zo is. Ja, dat is gewoon zo. Dan hebben we hier eigenlijk al meer dan genoeg aan. Oké, bed. Je krijgt een plek. Boven in de slaapkamer. Eindelijk! En ik weet niet of ik een wit bed wil. Wil ik een wit bed? We gaan het gewoon eventjes zien. Hoe ik dit dus wil maken. We plaatsen het bed hier neer. Denk ik. Ja. Oké. Hoe we dit dus gaan doen. Ik heb weer veel te veel. Ik kan even de tapijt neer gaan plaatsen. Hoe ik dit dus wil gaan doen. Oké. We doen hier eventjes twee dingetjes. Zo. Bed gaat hier komen, maar dan een verhogingje. Dus we doen wel een dubbel bed, twee persoons. Oh ja, dan heb ik een bel. Ik heb een bel. Oh ja, dan moet ik dus hier ook dit kapot maken. Oké, dan hebben we wat carpets over. Dat is wel chill. Tik, tik. Dan komt nu op slabs het bedje. Het lekkere bedje. Oh, wat is dit vervelend. Op slabs komt het bedje dan. Zo. Moet ik dit toch eventjes echt weghalen. Zo. Tik, tik, tik. Dan hebben we nu nog maar één bed, maar er komt een tweede bed aan. Bam. Hier naast elkaar. Zo. Dan wil ik op de... Ik merk nu al dat het niet helemaal gaat zoals ik het in mijn hoofd had. Dan wil ik op de hoeken. Oh, dan moet dit ook weer weg zo. Op de hoeken wil ik dan dit. Zo, en dan wil ik dat nog één hoger. Zo, en dan wil ik hierop weer slabs. Nee, hierop slabs, dankjewel. Heb ik mijn bel nog? Ik heb mijn bel nog. In mijn hoofd zag dit er zo mooi uit. Oh, waarom zit alles in mijn hoofd er mooier uit dan als ik het uit wil voeren? Nou, weet je, het gaat nog wel eventjes. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Nee, niet daar, niet daar. Oké. Okay. Huh? Oh, dan maak je me gelijk kapot als twee, dat is ook raar. Zo, ja, en dan hier moet ook weer een slab kapot. Ik wil gewoon zo'n kingbed maken, gewoon waar je van denkt, ja, hier slaapt dan echt de koning. Dan zijn we niet in Ethiopië, maar hier slaapt dan wel gewoon echt de koning. Even kijken. Zo, zo. Nice, of heel lelijk. Eén van de twee, het is eigenlijk denk ik wel heel lelijk. Dit is eigenlijk gewoon heel lelijk. Oh, nee. Carpets. Oh, ik word ook helemaal gek van mijn inventory. Oké, als hier een kip uitkomt, houden we het kip. Oh, jammer. Oké, nu kan ik die carpets weer oppakken als het goed is. Zo. Dan willen we... Kan ik hier... Ah, dat is vervelend. Dan moet ik hier wolblokjes van maken. Nou, op zich is dat niet heel vervelend. Oh, daar kan ik ook weer niet terug natuurlijk. Nou, hier komt rode wol, jongens. Kijk, dat schaapje vindt het al zo mooi eruit zien. Die wil gewoon al slapen. Dat is ook wel een troost. Ik zit trouwens nu te denken. Ik vind het eigenlijk wel beter als ik gewoon hier het gewoon op deze manier doe. Dat is eigenlijk gewoon wel mooier. Zo. En dan zo. Dan wil ik op deze pilaren, wil ik denk ik, deze kleur hout. We gaan het even kijken hoe dat eruit ziet. Klik. Ja, dat wil ik sowieso. Dan moet ik dat beneden dus gaan halen. Zou ik dit eventjes weghalen? Zo, tik, tik en nog eens tik. Zo, oké. Het ziet er mooi uit, het ziet er mooi uit. Dan wil ik eigenlijk deze pilaren wil ik van een ander soort kleur hout. Dan wil ik die hekjes toch een ander soort kleur. Dan gaan we even nog naar beneden om wat van dit hout te maken. En dan hebben we eigenlijk nog alleen die andere soort kleur nodig. En volgens mij hebben we daar nog niet van, want ik wil die donker hebben. Dus, oh ja, dit wou ik even gebruiken. 1, 2, 3, 4. Dat is wel genoeg, denk ik. Ik wil dat donker hebben. Dus als we dat even donker kunnen maken ergens, is dat heel handig. We hebben dan sowieso even dat
donkere hout nodig. Maar volgens mij was dat bij die paddenstoertjes te vinden. Dus dan moeten we daar zo eventjes langs gaan. Of dat doe ik wel offline. Ik zou het voor nu eventjes, hou ik het hierop. Dan weet ik nog steeds niet welke kleur... Nou, weet je, het gaat er wel mee door trouwens. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel lelijk. Wat vinden jullie ervan? Laat achter in de comments. Dit vind ik eigenlijk best wel vet. Als ik dan gewoon die pilaren van een ander... Of die pilaren van een andere kleur houd. Of dit. Een van de twee moet van een andere kleur hout. Ik weet niet welke. Maar dan ziet dit er best wel vet uit. En dan kan ik überhaupt wel inslapen. Dat is alleen de vraag. Of ga ik dan dood? Volgens mij ga ik dood als ik hierop sta. Hè? Ja, dat zal wel weer. Dus dan moet ik eigenlijk dit openmaken. Ziet het dan heel lelijk uit? Of... Nee, maar dan kan ik dan, als ik dan hier sta, hoe kom ik er dan uit? Gaan we zo slapen. En we gaan kijken of we kunnen bevrijd kunnen worden, zeg maar. Stel, hier staat nog een bed naast. Ja, je spat gewoon naast het bed. Top! Grapje! We hebben het gewoon... Het is gewoon allemaal prima zo, jongens. Het is allemaal gewoon prima. Dan vul ik dit even op. Dan weet ik niet of ik wel een wit bed wil. Ik weet niet of dat wel past. Misschien wil ik wel een blauw bed. Ik moet er gewoon even kijken, jongens. Dan ga ik hier bij de video eindigen. Het is meer dan een half uur. Jullie willen lange video's. Krijgen jullie lange video's. Dan ben ik wel... Want jullie wouden niet geknipte zooi zien. Dan ben ik wel heel erg aan het aankloten. Wat jullie dus ook merken in deze video. Maar jullie vinden het dus wel leuk. Dus dat is allemaal mooi. Ik hoop nog een grote video. Zien we in een video. En tot dan, mensen.